Hallo kijkers van JVNO Gamer, dit is Joris en we gaan weer lekker Mind Z spelen met een speciale gast, genaamd... Ja, David dus. Ja, David. David van David H. Games is hier te gast. Yay. Hallo mensen. Ik heb er totaal geen verstand van hoor. Ik speel bijna nooit op servers en meestal speel ik geen Minecraft. Ik heb nog maar 2 Minecraft video's ofzo, dus... Wauw. Dus we spelen weer Mind Z. Ik ben gespawnd in een open bosveldding. En er zijn geen zombies. De zon komt op. Yay. En, my throat feels a bit parched. Oké, drinken. Nou, druk eens op F3. David. Ja, heb ik gedaan. En dan, wat is jouw X? 1916. Min? 60088. 1916, dus 1916, dus dat is min of plus? Plus. Uh-oh, want ik ben min 1810. Nou ja. Nee, dat betekent dat jij onder de grond zit? Nee, Ja, ik weet niet veel. Jij moet gewoon naar boven gaan, dus naar de, naar onderen. Ik moet naar boven gaan, dus jij moet naar de min toe, ik moet naar de plus toe en dan vinden we elkaar. En trouwens, wat is wat is je Z? 505. Nee, ik loop over een brug. Oké, 505. Dan ga ik naar 505 toe en dan kom jij gewoon in 505 daarheen. Oké, knap. David, wil je wat over jezelf vertellen? Nou, ik ben David, maar dat wist iedereen al. Ik heb dus mijn kanaal David H. Games. Ik heb nog een ander kanaal, The Drummer Man 95, waar ik sketches en vlogs op doe. Op dit moment gaat het natuurlijk over mijn gamekanaal. Ik doe meestal GTA gameplays of shooters zoals Battlefield Bad Company. Oh, daar is een zombie. En ik kan hem niet slaan. Oh, nee. Wacht, mijn zwaard zit op de andere. En dat is een beetje wie ik ben. En oh shit, mijn server is disconnected. Ah shit. Nou, dan moet je snel weer even respawnen. Hey, ik zit in een stadje. Ik heb een stadje gevonden. Hoe kan dat zomaar? Dat ik uit de server lig ineens. Maar ben je nu nog steeds in de server? Kan je nu weer in de server komen? Nee, ik moet eerst 12 seconden wachten tot ik er weer in mag. Ja, dat is als je dood bent. Dan krijg je een soort van respawn tijd. Ding. Ja, okay. Hey, ik ben een Grimdale. Oh, hier was ik ook in de vorige aflevering samen met Simon. Ik geloof dat je die niet gezien hebt, maar ja. Toch, voor de kijkers die wel gekeken hebben, wat wel meer dan 150 waren ongeveer. Dus die hebben wel gezien dat ik hier langs deze tafel sliep en zo. En dat ik hier vermoord werd, waar nu niemand staat. Jee, wat fijn. En ja. Ja. Ja, lekker duidelijk. Maar heel duidelijk, ja. Ja, David, het doel eigenlijk van mijn zet is, op mijn zie, is een beetje overleven. Voor de zombie apocalypse, voor de mensen die DayZ, mag het zelf weten hoe je het noemt, die dat spelen of gezien hebben of zo. Dus haast hetzelfde, maar dan de Minecraft versie. En dan, dan moet je ongeveer allemaal chesten vinden en daar zie je, daar zit allemaal stuff in en zo. En dan, dan moet je dat eigenlijk krijgen en dan, dan kan je de zombies bevechten. En je moet gewoon zorgen dat je niet doodgaat. Ook niet door players, want er zijn ook nog heel veel players. Oh, chess. Zit okay, erin. Dus, maar even zien, kun je ook dingen maken of ergens kopen of zo? Want ik heb alleen maar een houten zwaardje, een of andere potion en een oog. Een papiertje. Ja, de papiertje is voor de wounds, als het bloedt. En dat oog is voor de contact voor de hele server en dat zwaardje. Nou ja, je kan, als je twee gelijke spullen hebt, dan kan je... die repairen door ze samen te voegen in de crafting bench en dan okay. Zo is het eigenlijk. Ja. Oké, okay, mooi. Maar het is niet zo dat ik ergens iron kan delven of zo en een ijzer zwaard kan maken of zo. Nee. Maar je kan, nou ja, nee, je krijgt alleen maar spullen. Waar ben jij nu? Ik ben nou, even kijken. Even F3. Ik ben al min 612 bij X. Want ik was weer respawned. Oké, ga naar min 700, 1700 toe. Daar ben ik ongeveer. Min 1700? Ja. Oké. Okay. En dan kom je een grote stad tegen, genaamd Grimdale, en daar zit ik in. Ik zit in een groot hotel slash gebouw, spul, geval. Okay, ja, we hebben een beetje een
ruige start, zeg maar. Ja, hele goede start hoor. Wow, ik praat soms echt heel erg levenloos. Gewoon echt, hallo mensen van JWN, oké, maar dit is Jonas en dan gaan we verder met mijn Dat valt wel mee hoor. Nou ja, ik ken ook wel mensen, nou ja, waar ik dus meespeel, zoals Albert en zo. Dat zijn de mensen waar ik meespeel. Ik heb een sneeuwbal gekregen, hel je! Oh ja, met de sneeuw, dat is nog even info. Met de sneeuwbal kan je zombies afleiden. Zo, als je bijvoorbeeld een hele horde zombies achter je aan zit te rennen, dan kan je die sneeuwbal als afleiding gebruiken en dan kan je snel wegleppen. Oké, dat is mooi. Ik heb melk en een appel. Ik ben in een woestijn, dus er zullen geen sneeuwballen zijn. Nou ja, die vind je gewoon in chesten. Oké. Maar dat is wel vreemd op zich, dat zo'n sneeuwbal gewoon intact blijft in een warm gebied. Ja. Maar je moet ook heel veel room in je inventory hebben, want meestal dan past het niet. Nee, klopt. Maar ik heb nu toch nog maar 4 spulletjes, dus... Ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waaronder 2 sneeuwballen. Ja, oké, maar jij hebt natuurlijk ook veel meer ervaring in deze server. Ik zit voor het eerst in deze server, dus... Ik heb best wel ervaring voor deze server. Wel 2 uren of 3 uren of zo. Ja. Maar zo levenloos praat je niet hoor. Je moet mijn eerste video's op mijn vlogkanaal maar eens kijken. Dat is echt verschrikkelijk. Dat is gewoon zo van, hallo mensen, ik ben David. Weet je, op die manier. En, ja. Shit! Oh. Jeetje, ik schrok me dood. Je wordt aangevallen? Ja. Niet meer hoor. Ik ben al bijna op -1000. Oké. Okay. Wat is je zet? Zet is 407 nu. Gewoon in de stad zoeken en dan kom je er wel. Gewoon een grote stad genaamd Grimdale zoeken. En hier ben ik in een kerk beland. Daar zit een chest in. Met... boots en nog meer tarwe. Holy shit, dat heb ik aan die tarwe. Echt waar. Uh-oh. Verdedig jezelf, zombie. Waar bent gij? Ik zit nu op -1000. X, bedoel ik. Kijk. Vrouw. Oh. Als je iemand ziet die zijn zwaard zo ready houdt, dan betekent dat diegene vrede wil. Oké. Maar ready, hoe heet dat? Gewoon de zwaard gewoon in de handen heeft dan? Ja, rechtermuisknop. Met een zwaard, dan ready hem. Ja, oké. Dat is eigenlijk wel het doel van Mindsie. Gewoon een beetje overleven. Blablabla, zo, zo. Dit en dat. Wauw, zus en zo, dit en dat. Moet juist andersom. Dit en dat, zus en zo. Wauw, echt falend. Je kunt ook geen bomen kappen en zo. Het is gewoon... Nee. Je kan wel dingen weghalen met iron shovels. En hier is nog een appel. Again. Yummy, yummy. Melk. Yummy, yummy. 2.0. Hell yeah. Ik praat nu als een robot. Ja. Iron sword gekregen. Dat is niet een robot, dat is gewoon schor. Ik praat als een zonne robot. You need robots. A wood hoe. Jammer dat die er niet zijn. Ja, je hebt wel zombies in Minecraft. Jammer dat er niet echt robots in zitten. Het zou wel heel gaaf zijn. Ik denk dat er wel een mod is hoor, een robot mod of zo voor Minecraft. Dat zal ik wel, moet ik eens een keer opzoeken. Maar David zit dus ook bij de community kanaal genaamd GGX Dutch, waar ik dus ook bij zit. Jee. GGX Dutch is echt gaaf trouwens. Weet ik. Ja. Voor de mensen die goede commentators zijn, die hier naar kijken. Abonneer ook natuurlijk op David H. Games. Dit is nog niet het einde van de video, want dat zeg ik altijd bij de einde van de video. Maar, Enemy. Oké, weg. Lopen. Waar ben jij nu? Ik ben nou op -1300x. -1329 om precies te zijn. Dus maar ik kom wel in de buurt. Jij zat op -1700, toch? Mhm. Daar zit Grimdale. En op welke set zit jij? Zet? Ja. Nog -300, maar dat gaat ook omhoog. Oké. Je moet naar -400 komen. Oké. Hey, maar hoe heet jij eigenlijk op Minecraft? Gewoon de Drummond, Drummond 95? Nee, want dat is mijn Flosscast kanaal. Ik heet gewoon David H. Games op Minecraft. Tja, ik heb 10 pijlen, maar ik moet nog een boog hebben. Faal. Heb je niks aan zonder boog of wel?
Nee, helemaal noppes nada. Rager stage. Oeh, raa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 
een server tegenkomen als kijker, dan ben ik dat als je het JavaH Games ziet. En wat is jouw skin? Volgens mij was het een poppetje met een koptelefoon op, maar ik weet het eerlijk gezegd niet meer. Ik kijk al even bij E. Ja, het is een. Ik heb nu normaal een geruit shirt, maar ik heb er nu zo'n houten harnas overheen. Want die zit hier automatisch bij. Maar ik heb een geruit wit-grijs shirt, zo'n emo lock kapsel, ook al heb ik dat in het echt niet. En ik heb dus een koptelefoon op. Ik heb een headset. Dat heb ik in het echt wel. Ik heb een geel met oranje headset op. Dus dat is de Minecraft skin die ik zelf gemaakt heb. Een rood met donkerrood shirt met een creeper face erop. En aan de achterkant de J van JVNO Gamer. En de broek is een soort van namaking van de Minecraft skin van de vroeger van de Kinker HD. Oké, nou ik heb gewoon een zwarte broek met schoenen eronder. Ik ook. Ik heb ook een zwarte broek met wat bretels erbij. Met wat wit... Ja, witte vierkante bretels. Dat was awesome, jongen. Dat is cool. Mm-hmm. Oeh. Maar ik zit nou wel, ik zit nou al op min... Moest dan min 400 set, zei je? Nee, plus 400 set. Plus 400 set, oké. Want ik zit nou wel op min 1500x bijna. Of bijna op min 1600x. En ik loop nou bij een of andere heuvel op omhoog. Klopt dat? Min 1600x? Ja. Oh, op een grote heuvel. Nee, wacht, ik kom wel naar jou toe. Naar min 1600. Dan moet ik even de uitweg van de Grimdale vinden. Bovenaan de heuvel zie ik een... Oh shit, daar is een zombie ergens. Zie je er een grote... Ik zie niks, maar ik ga dood. Waar komt dat? Omdat je aan het bloeden bent. Ben je dood? Nee, ik boog! Boog, 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 boog. Oké, dat was niet geen goed plan voor mij. Ben je dood? Nee, nog niet. Maar iets slaat mij, maar ik zie niet wat. Of ik ben gewoon health aan het verliezen. Dan moet je je bandage gebruiken. Die is dus weg, op een of andere manier. Ik weet ook niet meer waar die is. Ik faal echt compleet nu op dit moment. Als ik dood ga, word ik weer gespannen op een compleet andere plek en moeten we weer van vooraf aan. Dan wordt deze video ook nogal lang. Ja, nee, ik ga gewoon dood nu hoor. Oh nee, ik ga niet dood. Ja, ik ben dood. Ik hoor recess. Ik ben uitgehongerd. Zeg maar, daarom ging ik dood. Ah, dood. Fuckers, ga dood. Ik denk dat jouw video veel interessanter wordt als dat van mij. Ja? Ik ben ook dood hoor. Ja, maar toch, bij jou gebeurden er nog wat dingen. Ik heb alleen maar gelopen. en random dingen weghakken die toch weer terugkomen. Ja, dat is ook niet echt slim. Maar ja, nu nog even wachten. Maar dan vinden we wel elkaar wel. Ja. Kan ik ook naar jou toe spannen? Ja, ik zie je. David. Hoi. Hey, hoi. Dutch Slays? Ja, dat is de skin. Nee, dat is de naam van mij. Ja, dat komt... Omdat dit Minecraft-account al best oud is sinds 1.3 of zo. Beta 1.3 en dus... maar okay. Dit is eigenlijk de naam van mijn broers en dingen. Dus ja, hij heeft dit slechts bedacht. Zo. Oké, nice. Waarom loop je zo even om me heen? Vind ik leuk. Waarom Emo. Ik snap dit boek niet. Waarom heeft je een boek in mijn handen? Dat is uitleg van mijn... Kom. Ik ben weer gespand. Oké, waarheen? Ik ben nu bij 800, bij ongeveer 900. Maar kan ik daar ook direct heen spannen? Nee, je spant gewoon random in de wereld. Alweer een klein kamp. Kijk of ik daar wat kan vinden. Wat stuff die ik niet nodig heb. Eigenlijk keihard nodig. Ik heb echt honger. Ik heb een stroopwafel bij me, maar dat helpt niet. Ja. Omdat ik in mijn zethonger heb. Maar stroopwafels zijn awesome. Inderdaad, stroopwafels zijn echt lekker. Je moet wel de goede hebben. Je hebt stroopkoeken en stroopwafels. Sommige mensen halen ze door elkaar. Ik heb gewoon een stroopwafel. Maar, oh ja, dat wordt een nieuwe titel. Stroopwafels zijn lekker. Is goed, dat zal ik ook lekker. Anders stuur ik je deze video gewoon of zo via WeTransfer. En dan kun je die zeg maar picture in picture bijzetten of zo. Kan, maar dat
Ik weet niet echt hoe je moet editen, want ik maak mijn stuff klaar met Windows Movie Maker. Oh ja, oké, dat kan er niet, nee. Nee, ik heb zeg maar... Ik voel me echt een loser nu. Ik voel me echt een downie. Kijkers, hij gebruikt Windows Movie Maker. Ik voel me echt een downie. Ja, en we zijn al even zien. We zijn al best lang aan het filmen eigenlijk, hè? Hoe lang al? We zien vanaf 19 over en het is nou 37 over 3. 37 en 19, dus we spelen... Ja, volgens mijn telefoon, maar volgens mij moet ik daar 3 minuten van aftrekken. Het is 34 over 15, volgens mijn PC. 34 over, dus 34 min 19 en dan heb je je antwoord hoe lang we aan het opnemen zijn. 34 min 19, dat is 15. 15 minuten. We zijn al een kwartier aan het opnemen. Oh, dat lukt mijn computer wel hoor. Maar ja, stroopwafels zijn lekker, dat wordt de titel. Mm-hmm. Maar hoe lang kan jij met David H. Games opnemen? Dat maakt niet zo veel uit. Ik kan natuurlijk gewoon wel fraps aanzetten en dan kan ik opnemen zolang ik wil. Maar ik bedoel... Oké, ik ben dood. Hoe lang ik kan op kan loaden, hoe lang de video kan zijn voor YouTube? Ja. Weet ik niet. Ik kan in ieder geval wel langer dan 15 minuten, dat heb ik geactiveerd. Het enige wat je hoeft te doen is je mobiele telefoonnummer opgeven en dan kun je gewoon langer dan 15 minuten filmpjes uploaden. Ja. Maar, weet je... Ik weet niet wat het limiet is, maar ik heb al filmpjes van een half uur erop, dus dat willen we ook. Oké, maar weet je wat ik echt zo fucking droog vind? You died in a fighter, just kidding, zombies ate your brains. Ja. Yeah. Maar dan hou ik hier de episode. Heb jij nog een outro, David? Ik heb niet echt een outro. Wat ik normaal gewoon zeg is van hierboven staat een knopje, daar kun je op abonneren. Hier beneden staat een knopje met een duimpje, daar kun je hem liken. En dan zeg ik meestal tot ziens. Nou ja, ik heb echt een hele rare. Hij is eigenlijk net zo lang als mijn intro ongeveer. Dus dan zeg ik al, eigenlijk gaat dit zo. Dus dan zeg ik altijd weer, hier hou ik het dan voor vandaag. En dan zeg ik altijd weer, like, favorite. Subscribe, doei. Zo gaat hij voor mij. Oké, okay. Betekent dat het einde is van de video? De einde van de video is nu. Tot kijk YouTube.